Dames en heren, mijn naam is Marcel Boekhoorn. Ik ben een Nederlandse ondernemer. Ik volg en bewonder de HEMA al jaren. Sterker nog, ik heb jaren geleden een bod op de HEMA gedaan dat me toen veel te laag vond en mij uitlachte. Lion Capital bood veel meer. En dat hebben we allemaal geweten ook. De HEMA, een prachtig bedrijf. Een icoon in het Nederlandse retaillandschap. Een bedrijf met prachtige kansen. In binnen- en buitenland, in de winkelstraat en online. Maar HEMA kampt ook met een veel te hoge schuldenlast. Die is een direct gevolg van de destijds betaalde koopprijs. Wij als Van Vastels werken nooit naar een exit. Wij werken naar een marktpositie, naar het bouwen van een merk. En wat is voor Nederlander nou een mooier merk dan de HEMA? De koopprijs die werd voldaan door het bedrijf vol te hangen met 100 miljoenen, bijna een miljard aan obligaties, is datgene waar ze enorm last van hebben gehad de laatste jaren. Deze lodenlast zit groeiende weg en belemmert optimale gebruikmaking van de kracht van het oersterke merk HEMA. Ik zal dan ook op korte termijn een aanvang maken met eerste maatregelen om die schuld drastisch terug te brengen. Eigenlijk is de eerste stap tot schuldvermindering al gezet. Met deze overname is al meer dan 100 miljoen euro aan leningen van de balans gehaald en een acute kapitaalinjectie van 40 miljoen euro. Dit is slechts een eerste stap. Om HEMA de kans te geven die het verdient, moeten de resterende schuldenlast ook drastisch teruggedwongen worden. Om te knallen met HEMA is een gezonde balans niet genoeg. Om te scoren heb je mensen nodig. De HEMA is een bijzonder bedrijf. Het bedrijf wordt deels gedragen door ondernemers, de franchise-nemers. Zoals je alle weet, was de afgelopen jaren veel discussie over de franchisers en de HEMA. We hebben de partijen weer bij elkaar gekregen en geholpen om de gerezen problemen voor eens en altijd op te lossen. Advocaten zijn vanaf vandaag ook niet meer welkom bij de HEMA. Alleen als klant. Ik wil dan ook zowel Paulof van de VAP als Tjeerd Degen bedanken voor een constructieve opstelling. Ze hebben beide in het belang van de firma gehandeld. Ik heb dan ook heel veel vertrouwen in de samenwerking met beide partijen. Ook wil ik de Nederlandse banken, de NIBC, de ABN AMRO en ING bedanken voor hun snelheid van handelen en het dienen van het algemeen belang van Nederland om van het prachtige Nederlandse bedrijf met 19.000 medewerkers weer een gezond bedrijf te maken. Ten slotte, lagere schulden en een opgelost conflict zijn voorwaarden, geen einddoelen. De HEMA moet weer kans krijgen om zich te ontplooien en te groeien. Het zijn geen gemakkelijke tijden. We zullen alle zeilen bij moeten zetten. Het merk HEMA is een van de allersterkste merken van het land. De potentie is enorm. Ik ga met mijn mensen de komende maanden alles in het werk zetten om directie en franchise-nemers te steunen bij het verder laten groeien van het mooie bedrijf. Met deze overname wil ik mijn vertrouwen uitspreken in directie, franchise-nemers, maar eerst en vooral aan de 19.000 vrouwen en mannen van de HEMA die de ruggengraat van deze onderneming vormen. En die mij zelfs via de ondernemingsraad hebben laten weten volledig achter mijn bedrijf en onze filosofie te staan. De steun van de VAP, directie en alle medewerkers geven mij en mijn team zoveel vertrouwen dat we alles in het werk zullen stellen om de HEMA weer later te gloreren als nooit tevoren.